Klinken Maastricht is heel hard werken, maar tegelijkertijd ook wel elke dag feest vieren. Toen ik in het allerbegin werd gevraagd, toen dacht ik, jeetje, een politie-serie, alsof er niet genoeg van zijn. Maar wat het verschil maakt in Flikken Maastricht is dat wij zowel de spanning in de politieplots hebben als de spanning onderling. En dat is heel erg leuk. En dat vinden acteurs natuurlijk ook leuk, want dan kan je lekker een beetje met gevoelens gaan goochelen en zo. Behalve dat je een traditioneel policier vertelt, er is een misdaad, die lossen we op. Zitten we in de actie, dus het is met rennen, springen, duiken, schieten, wegduiken, gewond raken. Maar ook het puzzelwerk, het nadenken en tegelijkertijd de problematiek van een dochter die ontspoort. Een liefde die maar niks wordt. Het uitzichtloze politietoekomst. En dat mag je allemaal meenemen door elkaar heen. Wolfs, meld je. Wat is er aan de hand? Ze hebben even een zwarte auto getrokken. Laat de hele zwarte auto volgen die nu de tunnel uitkomt. Oh, fuck. Ik hou enorm van het stunten en de actie en het rennen en vliegen, dat is aan mij besteed. Je wil het ook allemaal altijd zelf doen, dat kan natuurlijk niet, want soms is het echt gevaarlijk. Maar ik doe het graag. Ik ben nog niet klaar met Flikken Maastricht. Floris Wolfs kan nog heel veel kanten op. Er moet ook nog heel veel kanten op, vind ik. Want er zijn nog heel veel kanten die onontgonnen zijn. En dat geldt ook voor de stad Maastricht. Er zijn natuurlijk veel mooie plekken die we nog niet hebben gebruikt. Maar of er seizoen 10 en 11, weet je, dat zullen we per seizoen doen. Ik weet namelijk nu dat wat we nu gemaakt hebben is zoveel mooier dan wat we in 2 hebben gedaan. Dus de kans dat als wij straks weer een jaar verder gaan, dat het dan weer mooier wordt. Ik wil heel graag iedereen laten weten dat Flikken Maastricht vanaf 30 oktober op vrijdagavond te zien is om 8:30 bij de Tros op Nederland 1.